lieve mensen, welkom terug op mijn kanaal Revives. Mijn naam is Angelique en ik ga een reading doen voor het teken tweeling. Ik ga wat anders doen dan anders. Ik hou van afwisseling. Ik ga liefde en werk en privé eigenlijk samenvoegen. Dus algemeen en liefde. Dit omdat ik heel veel tijd steek in de readings. En ik daar eigenlijk geen tijd voor heb. In die zin. Dus ik denk, ik doe het samen. Ik voeg het samen. Dus het is eigenlijk een algemene reading plus liefde erbij in. Dus laat me weten wat jullie ervan vinden. Want ja, ik kan niet met jullie in die zin heel goed communiceren dat ik polls kan maken. Dat kan ik eigenlijk met 1000 abonnees. Dus vandaar dat ik natuurlijk ook wil groeien. Zodat ik ook beter weet wat jullie prettig vinden. Zodat ik polls kan maken en berichten kan maken, zodat ik wat meer kan communiceren met jullie. Dus wat heb ik weer bedacht, lieve mensen? In ieder geval bedankt natuurlijk voor iedereen die nog geabonneerd is en natuurlijk geabonneerd heeft in de laatste periode. Want ja, ik ben nog steeds bezig met de prachtige actie. In die zin dat ik jullie wil bedanken natuurlijk dat jullie abonnee worden en blijven natuurlijk. Dat is natuurlijk het belangrijkste, maar uit blijk van waardering wil ik gewoon iets terug doen. En dat bevalt me gewoon goed, omdat ik zie dat mensen er zo dankbaar voor zijn. En ja, dat geeft mij gewoon een goed gevoel. Dus vandaar dat ik daar ook mee doorga. Dus wat moet je eigenlijk doen? Nou, niet heel veel. Het enige wat je hoeft te doen is je te abonneren op mijn kanaal. Dat is wel belangrijk. Dus abonneer, doe op de rode knop. En laat weten wat je graag wilt. Dus wel van belang, lieve mensen, dat je je abonneert. En dan ga ik dus intuïtief weer mensen uitkiezen bij 888 abonnees. Waar maak je ook kans op dit prachtige orakeldek van de Wisdom van het orakel. Die gebruik ik zelf ook hier in deze reading. Prachtig dek. Dit is de Pocket Edition. De beschrijving krijgt u van mij via een PDF-bestand, die kunt u dan zelf uitprinten. Maar in ieder geval, mocht je het leuk vinden om met dat deck te werken, of je wil wat meer inzichten, dan is dit echt een super deck. Het geeft inzichten, soms ook een spiegel, kan soms ook, wat moet ik het zeggen? Hard zijn wil ik niet, maar wel echt een eye-opener, laat ik het zo zeggen. Dus dat is eigenlijk heel mooi als je met jezelf aan de slag wilt, om jezelf natuurlijk te ontwikkelen. Dus mocht je daar interesse in hebben, meld je dan aan, lieve mensen. Abonneer je en laat weten wat je graag wilt. Ga ik beginnen, lieve tweeling. Ja, we gaan eens kijken wat de maand oktober voor jullie te zeggen hebben. Wat mogen we weten op gebied van liefde, spiritualiteit, alles mag naar voren komen. Wat mag ik weten over de lieve tweeling in de maand oktober? 9 van staven. Kan zijn dat je nog wat met burn-out slaapt. Dat je te veel hooi op je vork hebt genomen de laatste tijd. In de maand misschien. September. Wauw. En de schildkraap van munten. Een liefdesvoorstel. Of in ieder geval een bericht. Het kan ook op het werk zijn. Werkgerelateerd. Of een nieuw begin. Wauw. En de koningin van munten. Veel munten. 2. Stabiele vrouw. Heeft alles goed voor elkaar. Weet goed eigenlijk alles te onderhouden. Werk en privé. 3 van staven. Keuzes maken. In bepaalde situaties. Kan zijn op het werk. Ik zie veel werk en financieel. Dus het kan zijn dat je ergens over nadenkt. Dat je te veel hebt gewerkt en dat je nu eigenlijk iets zoekt wat je stabiliteit geeft. En dat je daar met passie eigenlijk naartoe wilt gaan werken. Dat je iets zoekt met passie en wat je voorheen misschien niet had. En die stabiliteit eigenlijk terug wilt. Of in ieder geval weer gaat creëren voor jezelf in de maand oktober. En de 3 van bekers. Wauw. Mooie kaart ook trouwens. Ik vind deze deck wel prachtig. De
Dat is feestvieren. Dus weer een 3. Eigenlijk nieuw beginnen. Na een periode. Wat je misschien, of ik wil niet zeggen. Misschien een dat je wat overwerkt was. Of dat je veel in je hoofd hebt gezeten met iets. Maar daar komt een eind aan. Je gaat iets vieren. Waarschijnlijk heeft dat te maken met keuzes die je gaat maken op het gebied van werk. Of liefde. Wauw. Koningin van Staven. Ja. Zie. Twee persoonlijke of drie personen. Je hebt iets losgelaten. Daar ben je mee bezig in ieder geval in de maand oktober. Wat jou eigenlijk weer een nieuw begin gaat brengen. In die zin een nieuw pad. Dus het kan zijn dat je een berichtje krijgt op liefdesgebied. Of een nieuw begin op het werk. Maar in ieder geval komt er iets aan wat jou weer die stabiliteit geeft. Financieel. Maar ook misschien in je hoofd. Je gaat keuzes maken in, op het gebied van passie. Wat je eigenlijk echt wilt. Dat ligt hier ook. De 3 van Staven. Wat jou eigenlijk de vervelend geeft wat je wilt. 3 van Bekers is eigenlijk feestvieren. Hetgeen emotioneel emotioneel en passievol eigenlijk in balans. Het liggen niet voor niks. 3 en 3 is 6. Dus eigenlijk een nieuw begin. Dus die balans weer vinden. En dat ga je vieren. En dat ontpopt bij jou dat jij dus eigenlijk de passie die jij graag wilde, die stabiliteit die je zocht, samen met hetgeen wat je eigenlijk graag wilde, die passie, die krijg je. Dit is een vrouw die is druk. Het kan zijn dat je dus wel echt heel druk bezig gaat met van alles. Dus kost jou wel veel tijd, maar het kost jou niet misschien meer de burdens die het je voorheen heeft gekost, omdat je nu iets doet waar je hart ligt. Dat is wat ik zie. En daarmee creëer je gewoon die stabiliteit voor jezelf. Financieel, maar ook gewoon in je hoofd. Je bent creatief. Je gaat creatief met iets bezig. Dat is wat ik hier zie. En je gaat daar gewoon dat pad in. En je denkt van, ik zie het wel. Dit is wat ik graag wil. En ik ga dit creëren. En ik ga daar mijn financiële zekerheid uit halen. En dat zie je ook dat je gaat lukken. Want je krijgt een bericht. Op liefdesgebied zie ik, het kan het zijn dat je dus iemand weer gaat tegenkomen. Dat je keuzes hebt gemaakt, dat je eigenlijk wel goed in je vel zit nu. Ook al ben je alleen, dat zie ik, dat kan heel goed. Maar dat jij een aanbod krijgt. Of in die zin een bericht krijgt. En misschien dat je daar wel veel over hebt nagedacht. Dat je dus zoiets had van, wanneer komt het? En dat je misschien daar te veel mee in je hoofd hebt gezeten. Maar in ieder geval ga je keuzes maken wat dus eigenlijk leidt tot een commitment. 3 van Bekers. Waar jij dus die passie die jij eigenlijk voelt of graag wilt, dat je dat ook krijgt. Met de koningin van Staven. Het kan ook zijn dat er iemand in je leven komt die dus passievol is met de koningin van Staven. Kan natuurlijk man en vrouw zijn. Het is een vrouwelijke energie, maar het kan zijn dat die geen heel speels is en misschien vrouwelijke trekkers in die zin. Dat het gewoon, dat jullie op één lijn zitten. Dat diegene ook gewoon gevoel heeft en nou jou kan tonen. Ik ga eens kijken wat ik mag weten over de maand oktober. Wat voor boodschap mogen we nog hebben van de wisdom van het orakel? Oeps. Ja, vernieuwen en niet in het hier en nu. Ja, wat ik al zei. Je hebt voor een keuze gestaan of je maar gaat keuzes maken. Hier en nu heeft te maken met twijfels. En waarschijnlijk heb jij in het verleden twijfels gehad. Heb je over nagedacht? Je bent misschien overwerkt of je hebt in ieder geval veel ben jij in je hoofd geweest daarmee. Dat heeft je veel energie gekost hier met de 9 van Staven. Het kan zijn dat je dus steeds weer terugging in het verleden. Maar dat je nu zoiets hebt van nee, ik ga nu vooruit. Ik ga dat nieuwe begin in. Ik wil weer stabiliteit voor mezelf. Ik wil weer vooruit. Ik wil kijken wat ik nog meer kan. En dat gaat je lukken, lieve tweeling.
Want het is heel goed om het verleden eigenlijk achter je te laten en in de toekomst te kijken. Maar het is ook belangrijk om in het nu te leven. Dus wat kan ik nu doen om het voor me in mijn toekomst eigenlijk beter te maken? Dat is wat ik hier zie. Dus blijf gewoon, blijf niet overdenken. Dat is wat ik hier uithaal. En vernieuwing. Vernieuwen. Nou, dat heeft alles te maken met die creatie, met die keuzes die jij hebt gemaakt. Wat je tot wisselvormend leidt. Of in ieder geval tot hetgeen wat je graag wilt. 2 keer een 3. Die passievol, of iemand in je leven, of in ieder geval iets passievols waar jij gewoon mee door kan gaan. In ieder geval dat je je zaadjes eigenlijk hebt geplant. En het kan zijn, wat ik al zei, hieronder zit wat lava in wat je hier eigenlijk ook ziet. Wat gedachten en burdens. Maar jij zet dat om in kracht. En dat is heel mooi. Je ziet hier die blaadjes. En je hebt keuzes gemaakt. En dat vond je waarschijnlijk in het verleden lastig. Daar heb je gewoon veel over nagedacht. Je ziet hier ook de koningin van munten. Die heeft ook over haar hoofd heeft ze takjes en dan groeien ook blaadjes. Dus jij bent bezig om jezelf te ontwikkelen, om te groeien als mens of als, ja, als persoon door te doen wat je graag zou willen. En dat is heel mooi, want dat, je ziet ook hier de sterren. Dat houdt voor mij in dat hetgeen wat je graag wilde, dat het ook gewoon tot uiting wordt gebracht. Dat je dat dus ook gaat vieren. Omdat je die keuzes hebt gemaakt. Omdat je dat hebt gedaan vanuit passie. Omdat je nu iets graag wilt met passie. Dat kan ook in de liefde zijn. Of dat je liefde hebt en dat dat weer gewoon eigenlijk vernieuwd wordt. Of dat je weer dat de liefde weer doet opbloeien. Of je krijgt gewoon een hele nieuwe relatie. Dat is dus wat ik eruit haal. En eens kijken wat ik voor de liefde heb. Voor de lieve tweeling in de maand. Oeps. Wow. Ja, blijf op positief denken en vertrouwen. En zullen je de romantische liefde brengen. Wat ik al zei. Dus die schildknaap van munten kan zijn liefde. Of het kan zijn werk. Het kan ook beide zijn. In ieder geval krijg jij een bericht of wordt er iets aangeboden. En lieve tweeling. Dat kan heel goed zijn dat het je zielsverwant is. Ik zie natuurlijk 2 koninginnen. Dat is gelijkwaardig eigenlijk. Maar in ieder geval iemand die je heel veel passie gaat brengen. Mocht het je zielverwant zijn. Ja, dit is je zielsverwant. Het kan zijn dat je dus keuze hebt gemaakt. Ook op liefdesgebied. Waardoor jij dus nu degene aantrekt die je graag wil. Wat ik zei met de sterren. Feest vieren. Eigenlijk weer tot elkaar komen. En het leven vieren. Met passie en met gelijkwaardigheid. 3 en 3 is 6. Dat is wat ik zie voor jullie voor deze maand oktober. Eigenlijk heel mooi. Jullie ontwikkelen jullie echt. En dat is heel goed om te zien. Dat jullie daar zo mee bezig zijn. En ja, ben je met jezelf bezig, lieve tweeling. Dan creëer je ook echt stabiliteit. En dan creëer je ook hetgeen wat je wilt. En ook de liefde. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Ik ga hem afsluiten. Want het ziet er eigenlijk heel goed uit. Ik wens jullie al het geluk in de maand oktober. En natuurlijk daarna ook. Maar in ieder geval hoop ik jullie snel weer te zien. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog. Zou ik erg waarderen en deel desnoods. En wat ik al zei, hoop ik jullie snel weer te zien. Doeg!